Yo mensen, het is maandagochtend. Ik zou eigenlijk... ik zou eigenlijk 30 minuten op de loopbaan gaan nu. Maar mijn zus heeft mij gezegd dat ze hier wil komen ontbijten bij me. Dus als het goed is, komt ze zo meteen. Dus ik heb niet genoeg tijd om te gaan lopen. Want ze wilde ook bij mij naar de film. Dus eigenlijk in plaats van dat ik dit aan het opnemen ben, moet ik nu gaan douchen. En ervoor zorgen dat ik genoeg tijd heb om te eten. Want eten is belangrijk om dan naar de film te kunnen gaan. Maar ik vind het wel jammer dat ik niet heb kunnen lopen. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want het lopen van gisteren... Ik moet echt altijd achteruit, want anders heb ik geen goede licht. Want het lopen van gisteren, samen met mijn oefeningen, heeft ervoor gezorgd dat mijn been nu heel veel spierpijn heeft. En ik echt soepel ben. Maar maakt niet uit. Het is goed voor mijn been. En we gaan het doen dus. Ik ben net lekker gedoucht. En nu ga ik lekker eten. Met mijn zus. We zijn echt black. Ja, vind je zo? Nee, wacht. Nu zijn we goed. Ja. Kijk. Your brown skin. Ja. We gaan... tostones eten met ei. Kaas. Aardappelen. Aardappel. Wow. Dat ging fout. Eeuw, tomaten. Ik heb gelukkig geen tomaten. Ik hou niet van tomaten. In ieder geval, we gaan eten. En dan gaan we naar de film. Dus, ik zie jullie later weer. We zijn klaar met de film. Na de film zijn we even langs mijn broer geweest. En hij werkt bij de gemeente Rotterdam. Dus we zijn even daar binnen geweest. Lekker geluncht met uitzicht op mooie Rotterdam. Daarna hebben we een toertje gehad op de 40ste etage. Dat is de hoogste etage dat je kan komen. Want de allerhoogste is 41. Maar dat is van Madonna. En we zijn geen Madonna, jammer genoeg. Dus we kunnen daar niet naar boven. En nu gaan we weer lekker naar huis. Dus we gaan verder. Nu ben ik weer lekker thuis. Mijn zus was heel irritant, want ik speel altijd met mijn vriendin een spel. En dat is DHL. Dus elke keer als je een DHL busje ziet, mag je iemands land. En ik ging dat doen bij mijn zus. Maar blijkbaar speelt zij met mijn neefje rode auto. Dus elke keer als ze een rode auto ziet, mag ze je slaan. En ze zag zoveel rode auto's, het was echt irritant. Op een gegeven moment bleef het rode auto, rode auto, rode auto. Rode auto. Oké. Waarom doet ze de deur dicht wanneer... Waarom doe je de deur dicht wanneer ik er sta? Nee, niet laten schrikken. Boe. Boe. Waarom heb je mijn trui aan? Zwaar. Zoek je eigen trui op. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Met mij goed. Met jou? Zet maar uit hoor. Gelukkig. Moet ik het uitzetten? Ja.